Deze highlights worden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors. Hier is City en is daar de goal? Nee, want Sommer zit er nog tussen. Hier is Gundogan, die krijgt de bal bij Mahrez. De Bruyne, durft hij schieten met links? Oh la 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 la, durft hij schieten? Ja, uiteraard durft hij schieten. Kevin De Bruyne, wat een goal na 12 minuten. En dan de glimlach bij Pep Guardiola. Een klasseflits van de captain vandaag, Kevin De Bruyne. Derde Champions League wedstrijd, heeft zich nog niet veel mogen laten zien, maar hij doet het hier zeer zeker in stijl. Kevin De Bruyne, de openingsgoal. Hier is wellicht de tweede al. Oh la la, fantastisch doelpunt. Foden, Gundogan, 2-0 na nog geen 18 minuten. City op cruise control, maar met veel klasse naar de kwartfinale. Het was al 0-2 in de heenwedstrijd. En na 18 minuten hebben ze er al twee gemaakt in. Ik wou wel zeggen, eigen huis. Nee, het is weer in Boedapest. En kijk eens naar de linksachter, Nicola. De linksachter is João Cancelo. En die loopt mee. En dan... gaat die bal wel niet naar Cancelo, maar naar Gundogan. Een man die zeer goed was, diep gelopen. Kevin De Bruyne, daar komt hij van een blad. Ja, dat is goed geprobeerd. Alleen net iets te centraal onder de lat, weggetikt door Jan Sommer, maar hij deed het wel degelijk zelf. Ja, ik ben geen fan van deze manier van trappen. Want de bal doet niks, alleen centraal valt wel een beetje. Maar goed, het is ook een grote afstand. Stindel, Thuram. Het gaat allemaal een stuk trager dan bij City. Maar Thuram zet zich nu wel door. En Bolo, scherpe hoek. En Bolo, voorlangs. Grote kans. Dat was inderdaad wel aardig gevoetbald van Gladbach. Het is een goede aanval, maar hij moet nog eens passen naar de buitenkant, maar hij doet het zelf. Foden die vindt dat maar niks. Die staat met zijn twee armen in de lucht te wapperen. Ik had hem moeten krijgen. Maris mag het nog een keer proberen en nu geeft hij hem wel af. En Foden was de bedoeling, maar Liner nog met een voetje ertussen. Ja, twee mogelijkheden op 3-0. Hannes Wolf. Hannes Wolf, jawel. Maar hij krijgt hem niet tussen de drie palen. Daar is Kevin De Bruyne. We gaan nog eens volgen. Slotfase met Mahrez. Die gaat nog een keer proberen. En ja, zijn typische kenmerkende beweging. Wat hangend met die linker uithalen richting verste hoek, maar hij plaatst hem te hoog.
En daar is Mares nog een keer. Hij probeert het keer op keer op dezelfde manier. Maar nee, hij heeft het 4-5 keer geprobeerd in de tweede helft. Het is hem niet gelukt om te scoren. Nee. 2-0 is de eindstand. Deze highlights werden u aangeboden door Nissan en Gazprom, UEFA Champions League sponsors.